Mijn naam is Ivo de Graaf. Ik werk bij ProRail als integraal manager Keifhoek. Veiligheid is voor ProRail heel belangrijk. En wij willen ook dat de mensen die voor ons een veilig spoor realiseren, dat die mensen zelf ook een veilige werkplek hebben. Daarvoor hebben we een aantal middelen en methoden. En één daarvan is een aantal stopborden rond de werkplek waar mensen aan het spoor werken. Die borden die moeten mensen met zich meedragen en die werkzaamheden op zich houden ook een aantal risico's in zich. Er is kans op fouten, dat borden op de verkeerde plek geplaatst worden. Dus daar was ruimte voor verbetering. We hebben samen met een aantal partners een innovatie zijn we gestart. De regelgeving staat ons toe om behalve borden, bijvoorbeeld ook door middel van rode lampen, een spoor zeg maar af te kruisen, net zoals je op de weg ziet. Eenzelfde idee, eigenlijk methode, hebben we ook gebruikt in het spoorsysteem. Door nu iets te bedenken, samen met onze partners, waarbij we op afstand een rode lamp kunnen activeren, waardoor er een veilige werkplek ontstaat voor onze spooraannemers. Vandaag gaan we de oplossing die bedacht is, het Sein 512 Bravo, gaan we testen. En behalve dus dat we de technische werking gaan testen, willen we vooral ook de interactie van het Sein met de machinisten testen. Om te kijken of de machinisten het Sein tijdig kunnen zien en er tijd naar handelen. Als dit Sein straks is vrijgegeven en aantoonbaar werkt, dan kunnen we dat behalve hier op Keifhoek ook op heel veel andere locaties in Nederland gebruiken. En, wat dat betreft is het een innovatie waar we de komende jaren mogelijk in de rest van het land heel veel profijt van hebben.